Hallo, mijn naam is Laura en we zijn vandaag in Lommel in het Corby Hotel voor de halve finale en de Fashion Day van Miss Fashion 2019. Ik heb hier vier meisjes bij mij zitten. Ik ga bij jou beginnen. Stel jezelf eens voor. Ik ben Pearl, ik ben 19 jaar, ik kom uit Beersen, ja, afkomstig uit Thailand. Ja, dat is zo. En hoe lang woon je hier al? 12 jaar. Oké, ça va. Ik ben Shani, ik ben 19 jaar, ik studeer verpleegkunde. Ik ben afkomstig uit Geel en ik heb ook nog een zus, een tweelingzus, maar die lijkt helemaal niet op mij. Ja. En doe je dus ook mee of doe jij alleen mee? Ik doe alleen mee. Niks voor haar? Nee, totaal niet. En waarom dan wel voor u? Goh, ik heb eigenlijk gewoon meegedaan voor mijn zelfvertrouwen een beetje op te krikken, omdat ik 16 jaar lang ben gepest geweest. Daarmee dat ik met dit eigenlijk gewoon meedoen voor mijn zelfvertrouwen een beetje omhoog te krijgen. Dat is een mooie reden. Hallo. Hallo. Ja, ik ben Lara. Ik ben 20 jaar. Ik kom uit Mol en ik studeer dierenzorg in Geel en ik ben enigst kind. Dierenzorg. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat iets van een dierenarts of is dat meer voor een asiel te gaan werken? Of is dat... Nee, het is echt meer voor dierenarts. Maar je kunt daar ook nog paardenfokkerij studeren. Eigenlijk heel uitgebreid. Ook in de dierentuin kunt je ook gaan werken. Maar een echte dierenliefhebber dus? Ja, helemaal. Hier nog iemand dierenliefhebbers? Ja. Ja, ik heb een hond. Maar ik ben daar eigenlijk altijd heel bang van geweest, omdat ik daar ben gebeten. Ik ben vroeger gebeten geweest en ik heb dan terug een puppy gekocht en daarmee dat mijn angst eigenlijk een beetje is overwonnen geweest. Dat vind ik zelfs heel dapper, dat je als je schrik hebt voor honden, dat je dan toch een hond koopt. Maar, ça va. En jij was ook een dierliefhebber, maar... Ja, ik ben vegetarisch geworden. Vegetarisch geworden. Zo ja. Hoe lang al? 2 of 3 jaar, denk ik. Ça va, dus je bent vegetariër, maar je mag jezelf ook eens voorstellen. Ja, ik ben Nienke en ik ben 18 jaar. Ik ben de jongste van 4 en ik woon hier in Lommel. Ik studeer voor jeugd- en gehandicaptenzorg, maar eigenlijk wil ik in de toekomst liever een eigen kledingwinkel opstarten of leerkracht lager onderwijs worden. Dus meer iets richting de fashion of toch zeker iets sociaal in ieder geval. Ben je ook bezig met de fashion? Ja, ik zit nu bij een modellenbureau en ik heb al een aantal of zo shoots gedaan en zo, maar echt het modellenbureau, dat is toch maar pas. Is hier nog iemand bezig die zich bezighoudt of interesseert in de mode of in de fashion? Jawel. Ja, ik heb zo een paar keer al een fotoshoot gedaan en ik heb 1 keer op een catwalk mogen lopen. Al een beetje ervaring dus? Ja. Klein beetje. Nog iemand? Ja, ik ben al bezig met fashion, maar ik heb geen ervaring of zo. Dus, nee. Maar je vindt het wel leuk om zo eens door de winkelstraat te wandelen en te kijken. Ja, sowieso ja. Oké. Hoe zijn jullie eigenlijk bij Miss Fashion terechtgekomen en waarom hebben jullie gekozen om jezelf in te schrijven? Zal ik bij u beginnen? Ja, is goed. Iemand die er een paar jaar geleden heeft mij meegedaan, dat is een heel goede vriendin van mij. En die zei, je moet dat echt doen, ook voor jezelf vertrouwen op te krikken. En dat is gewoon super leuk. Ook omdat je nieuwe mensen leert kennen en ja, dat is voor mij ook het belangrijkste. Oké. Dat klinkt al goed in ieder geval. Ja, ook zo meer om... ik ben ook zo heel lang gepest geweest. En ik heb zo een aantal jaren terug zo de klik gemaakt om zoiets te hebben van... Ja, eigenlijk waarom? En waarom laat je zo doen? Dus ook zo meer voor mijn zelfvertrouwen. En ja, ik werk zelf in een kledingwinkel. Dus ja, ook zo Miss Fashion. Ja, fashion interesseert mij heel erg. Dus ik had iets van... Ja, ook meer voor de ervaring en om nieuwe mensen te leren kennen. Oké, leuk. En hoe ben jij bij Miss Fashion terechtgekomen? Via Facebook met een link. Ik heb daar mee gepraat over mijn vriend. En mijn vriend zei, je moet dat doen. Ga je zelfvertrouwen heel hard opkrikken. Daarmee dacht ik van, ik ga dat gewoon doen. Zien hoe ver ik raak. En ja, dan ben ik toch wel hier geraakt. Je weet maar nooit, hè, dus. Ja, door Facebook. Iemand die had meegedaan, had mij een bericht gestuurd. En ja, ik was proberen. Uitgenodigd en... Voorlopig al hier terechtgekomen, dus ik hoop dat jullie veel verder geraken. Jij zei al dat je een vriendje hebt. Iemand nog een vriendje hier? Nee. Dus je bent de enige met een vriendje, dan stel ik de vraag aan u. Ja, je vriend zei zelf dat ik er al achter sta. Nu, stel, hè, je hebt een fotoshoot of je moet een catwalk doen in bikini. Hoe staat je vriend daar tegenover? Goed, je zou dat leuk vinden. Om er gewoon ook naar te kijken. Ik denk dat dat al heel leuk is voor hem. Maar die zou daar geen probleem mee tonen. Omdat hij weet van het is voor mij en het gaat mij goed doen om dat te kunnen en dat te durven. En
Ja. En stel dat hem toch zoiets heeft van, oeh, ik wil niet dat jij voor 500 mannen nu een bikini paradeert, wat zou je dan doen? Vooral mee praten. Uitleggen waarom dat ik dit wil doen en dan suggesties tonen van oké, dit en dit. Misschien dat we het zo kunnen doen of misschien moet je gewoon niet komen kijken dan. Of, ja. Ja, terecht wel hè. Nu, ik ga nog een atypische vraag stellen. Denk daar heel goed over na. Iedereen zijn antwoord zal waarschijnlijk anders zijn, maar ik vind dat wel leuk om te horen. Stel, je wint vandaag 1 miljoen euro. Wat doe je daarmee? Iemand al een antwoord? Ja, een bouwgrond kopen. Ja. Voor een huis te zetten. Terecht, dat zou ik ook doen. En heel veel kleren kopen. Dat ik een grote kledingskast heb en verschillende paar schoenen voor onder elke outfit. En dan misschien een trouwkleed. Mooie vooruitzichten. Ik zal een wereldreis doen en zo doneren aan arme kinderen. Zo. Dat is ook heel mooi. Dus zelf een beetje gaan genieten en de wereld ontdekken. En dan nog iets schenken aan een goede doelen. Dat vind ik zeker mooi. Ja, ik zou mijn droomreis maken naar Australië. En dan een deel geld sparen en ook een deel geld aan Kom op tegen kanker geven. Ook heel mooi. Gemengde uitgaves, maar wel een mooi. Ja, ook vooral zo voor dieren te helpen, zo geld uitgeven. En ja, ik ben echt een... Ja, ik hou heel van shoppen. Ik ben echt al verstaafd van shoppen. Dus ik zou sowieso ook gaan shoppen en echt zo in van die grote landen en steden en zo. En ja, mijn dromen echt zo meer en meer gaan waarmaken. En zo doen wat ik kan doen. En ja. Oké, super. Ik heb de meisjes al een beetje beter leren kennen. Ik hoop jullie ook. En ik wens ze alvast heel veel succes en veel plezier vandaag. Dankjewel.